Nou, welkom weer bij een nieuwe aflevering van De Bosse Bol. Dit keer een speciale aflevering, want ik ben in het gemeentekantoor van Vught. Want de burgemeester Roderick van der Mortel heeft mij gemaild. Goedemiddag. Dag. Welkom. Dank u wel. Gaat u zitten. Dank u. Zeg burgemeester, u heeft mij gemaild en dat vonden wij ontzettend leuk natuurlijk. U kent iemand die u wilt verrassen met een Bosse Bol. Vertel. Ik kijk altijd met heel veel plezier naar het programma De Bosse Bol. Dat ik het erg van belang vind dat we met elkaar ook mensen in het zonnetje zetten die veel voor een ander doen. Het is nogal makkelijk om voor jezelf te zorgen. Maar het vraagt ook echt iets van je karakter en van je inzet om ook voor andere mensen te zorgen. En ik dacht, ik heb hier ook iemand in Vught. Weliswaar van geboorte een Bossenaar. Maar iemand die altijd klaarstaat voor Vught. Die altijd klaarstaat voor mensen die het heel hard nodig hebben. Die niet specifiek maar op één ding zich inzet, maar echt heel breed inzetbaar is. En dat is iemand die ik echt heel graag jullie Bosse Bol aanbied. Wat leuk, maar kunt u een voorbeeld noemen wat hij of zij allemaal doet? Ja, het is ongelooflijk. Hij collecteert voor allerlei organisaties, van het KWF tot de Nierstichting. Hij is heel actief bij de EHBO. Hij is heel actief voor verstandelijk gehandicapten. Hij gaat uitjes met ze doen, begeleidt ze met wandelingen en dergelijke. En hij is nu weer actief geworden voor een nieuw evenement wat hij organiseert. Voor de stichting Haarwensen. Dat zijn kinderen die kanker onder de leden hebben. Die bestraald of chemokuren krijgen. Daardoor hun haar verliezen. En dus een pruik moeten hebben. Een pruik die vaak erg kostbaar en duur is. Ik heb mezelf 1500 tot 2000 euro laten vertellen. Zo. En hij organiseert nu een zwemwedstrijd in een zwembad hier in Vught. Waar kinderen voor kinderen gaan zwemmen. En de opbrengst gaat dan naar die stichting om ervoor te zorgen dat die kindjes die extra aandacht heel goed kunnen gebruiken. Voelen dat wij met z'n allen in gedachten bij ze zijn. En daarnaast ook, als het enigszins kan, dat er zoveel centjes bij elkaar gebracht worden. Dat we ook pruiken voor die kinderen kunnen aanschaffen. Ja. Wat een prachtige doel. Ja. Ik ben heel benieuwd wie het is, want het klinkt als een heel actief en lief persoon. Wie is het? Mag ik het zeggen? Ja, vertel het. Het is de heer Joost Aerts. Hier is hij dan, de bol van de burgemeester, voor de heer Aerts. En ik ga hem nu aanbieden. Goedemiddag. Bent u mevrouw Aerts? Ja, dat klopt. Is meneer Aerts thuis? Ja, thuis? Die is thuis, want die verwacht de burgemeester. Maar dat was een grapje. Kijk, ik ben vrijwilliger en er zijn nog veel meer vrijwilligers. En, ja, in hart en nieren, heb ik begrepen. Nieren, ja. Ik doe vrijwilligerswerk vanaf 1978 en ik doe het met liefde en plezier. En nu zijn we weer bezig met een evenement op te zetten voor de Stichting Haarwensen. Om kinderen tot en met 18 jaar die door chemo haaruitval krijgen en kaal worden, om te voorzien van een pruik. En één zo'n pruik kost 1500 euro per stuk. Ja, de burgemeester zei het net, ja. En daar zijn we volop mee bezig. Ook willen we graag hebben dat kinderen uit Vught en omstreken dan naar ons toe komen om te komen zwemmen. Sponsor zwemmen, om baantjes te trekken. En dan kunnen ze bij familie en kennissen kunnen ze daar dan geld voor ophalen. En dat geld komt weer de goede aan de Stichting Haarwensen. Wat een fantastisch initiatief. En vertel eens, wanneer is het? Waar is het? Waar kunnen mensen zich aanmelden? Het is op 30 augustus in het zwembad Reinier van Arken hier in Vught. Vanaf 1 uur tot en met 6 uur. We hebben diverse optredens gepland. En een leuk stukje muziek erbij voor de kinderen als ze aan het zwemmen zijn. Ook volwassenen zijn welkom. En we hebben ook nodig haar. Het haar. Hoe komt u aan haren? Nou, we hebben ook twee kapsters aanwezig. Die knippen daar de kinderen en volwassenen in het gewenste model wat ze zelf willen. Het haar moet wel minimaal 25 centimeter lang zijn. Mag niet gekleurd zijn en mag niet grijs zijn. Omdat voor kinderen bestemd is.